Het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling Suriname, NIMOS, is bezig met een onafhankelijke validatie van een scheikundig onderzoek dat gedaan is voor gebruik van chemicaliën bij goudwinning in Suriname. Dit zei minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren voor de ministerraadsvergadering. Volgens de bewindsman wil de staat wetenschappelijke informatie om tot besluitvorming te komen in de kwestie waarbij cyanide gebruikt wordt in het achterland. Er is al sprake van gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning. Al decennia is dat het geval. En wat we nu zien is dat een ander middel wordt gebruikt de laatste zeg maar vijf tot zes jaren. Wat ik gedaan heb als minister toen dat mij ter oren kwam, we hebben contact opgenomen met de importeur. Want dat middel, in tegenstelling tot kwik, komt dit middel legaal het land binnen. Dus vanuit NH hebben we in elk geval geen toestemming gegeven. Maar ik heb die verantwoordelijkheid op me genomen. We hebben contact opgenomen met die importeur. En we hebben gesproken. Abiyamofo zegt verder dat er een scheikundig rapport opgevraagd is aan de importeur. Vanwege de vele geluiden in de gemeenschap over cyanidegebruik in de goudsector. De bewindsman acht het belangrijk te weten wat er gebeurt met de chemische stoffen. Zodat ingegrepen kan worden indien nodig. Die importeur heeft een laboratorium in Nederland bereid gevonden om die scheikundige analyse te maken. Die analyse is ingeleverd op NH. Ik ben geen scheikundige. Dus wat we gedaan hebben, we hebben het doorgestuurd naar het ministerie van ROM. Zodat NIMOS een onafhankelijke validatie kan doen van het onderzoeksrapport van de lab. Stand van zaken. En ik denk dat zo gauw de resultaten bekend zijn, dat wij op basis van wetenschappelijke informatie een besluit kunnen nemen van wat kan je doen, wat moet je doen. In elk geval, wat wij weten van cyanide, in tegenstelling tot de werking van kwik, wij weten met z'n allen dat kwik in feite langzaam vergif is. De minister benadrukt dat de werking van kwik niet direct te zien is, maar van cyanide wel. De impact van kwik overlapt generaties, terwijl die van cyanide gelijk te zien is. De informatie die over deze kwestie bij de gemeenschap is, kan dan ook worden gedeeld met zijn ministerie.